U herinnert zich vorige week toen we gesproken hebben over de kwantisering van het atoom. Niels Bohr die inzag dat je om de stabiliteit van het atoom te kunnen verklaren en een aantal specifieke eigenschappen van de atoomsoorten te kunnen verklaren, dat je daarvoor moet ervan uitgaan dat de elektronen gekwantiseerd zijn binnen een atoom. Meer bepaald, zei hij, het draaimoment, de hoeveelheid draaibeweging die zo'n elektron heeft dat rond de atoomkern wentelt, dat draaimoment, dat kan maar discrete waarden aannemen, telkens met een geheel getal vermeerderend en niet een continue hoeveelheid, het moet met schokjes gaan. Die vreemde gewoonte die Planck heeft ingevoerd, Einstein heeft overgenomen om de natuur te laten sprongsgewijze evolueren, die zette Bohr dus voort tot in het atoom. En daaruit volgde, uit die kwantisering van het draaimoment, dat de energieniveaus van het elektron ook gekwantiseerd zijn en dat het elektron kan verspringen tussen verschillende niveaus, van een laag naar een hoog of van een hoog naar een laag, met uitwisseling van energie. Als het energie verliest door naar een lager niveau te springen, straalt het dat energieverschil uit. En dan komt dat energieverschil overeen met een hele specifieke frequentie. Volgens de formule die Planck al gegeven had. E is H maal nu. En nu is de frequentie. En als het energieverschil bekend is, ligt dus de frequentie vast. En zo komt het dat een atoom bij wel bepaalde frequenties uitzendt en geen continuum, maar alleen bepaalde frequenties. Heel overzichtelijk is dat te zien bij het eenvoudigste van alle atomen, waterstof, waar je maar één elektron hebt. En daar heb je dus al die complicaties van de onderlinge interacties tussen die elektronen niet. En dan zie je heel goed hoe dat die verschillende energieniveaus kan innemen en al naar gelang. Dus energie, als het verspringt, opneemt of uitzendt. Springt het omhoog, neemt het energie op, springt het omlaag, zendt het energie uit. Dat was zo mooi als model van verklaring dat snel veel succes had. Al bleef er natuurlijk dat onbehagelijke gevoel van er verspringt zomaar iets. En Bohr zei ook, je kunt dat verspringen niet beschrijven. Eventueel wel de stationaire toestanden. Het atoom in een stabiele toestand beschrijven we op deze manier. Al is ook die manier vreemd, want volgens de klassieke fysica kan het niet. Maxwell zou uitsluiten dat een elektron zomaar op een stabiele baan rond een atoomkern kan wentelen als elektrisch geladen deeltje, zonder dan elektromagnetische energie uit te stralen. Maar Bohr zegt, we gaan dat postuleren. Het blijkt zo te zijn. In dat opzicht veranderen we de theorie van Maxwell. We kwantiseren die niveaus. Dus dat was de gedachte van Bohr. Dan hebben we vorige week nog verder nagedacht over die problematiek van licht bestaat uit golven, zoals onomstotelijk was aangetoond in de 19e eeuw. Langs interferometrische weg, experimenteel, aan te tonen dat het uit golven bestaat. En toch ook uit deeltjes, zoals Einstein had aangetoond. Want lichtenergie is in staat om te botsen tegen deeltjes, zodanig dat je werkelijk mechanische botsingen krijgt. De deeltjes ketsen een zekere kant op, alsof ze hard ergens tegenaan botsen. Dus licht heeft ook die, je zou haast zeggen, die atomaire structuur, die corpusculaire structuur, dat deeltjeskarakter, ondanks het feit dat het een golf is. Het is dus een golf en een deeltje. Hoe tegensprekelijk die twee begrippen ook zijn. En dan, ook nog vorige week, om het allemaal nog erger te maken of vollediger te maken, de Franse fysicus, de Bruy, die zei, wat geldt voor licht, voor de fotonen, de lichte deeltjes, geldt ook voor alle andere deeltjes waarover we tot hiertoe gesproken hebben. Om het even welk deeltje, is niet alleen deeltje, maar ook golf.
Neem een elektron die men in die tijd, begin 20e eeuw, begon te bestuderen, pas ontdekt had. Men leerde de eigenschappen daarvan kennen. En de Bruy die zei, ja, een elektron heeft ook een golfkarakter met een energie gegeven door dezelfde formule E is H mol nu. Dus het heeft een frequentie bepaald door E gedeeld door H. En een impuls, een zekere hoeveelheid van beweging, massa maal snelheid, bepaald door zijn golflengte. De formuletjes hebben we vorige week gegeven. En dan hebben we daar verder over nagedacht en hebben gezegd, ja, maar het is toch erg moeilijk te verzoenen, die twee begrippen. Een golf heeft die per definitie die uitgestrektheid. Een golf is iets dat zich verspreidt tot in de oneindige ruimte. Een deeltje is precies gelokaliseerd. Dat maakt een deeltje tot een deeltje. Hoe kan nu het een het ander zijn en het ander het een? En dan hebben we ons gerealiseerd dat je een elektron, of een deeltje, om het even welk deeltje, als golf beschouwt, je moet voorstellen als een golfpakket. Een golfpakket is een verzameling golven. Je hebt een golf met een zekere golflengte, zet er nog een andere golf bovenop met een andere golflengte. En nog één, en nog één. En dan kun je dat zo doen, die golflengtes zo laten onderling verschillen, dat ze elkaar door interferentie overal uitdoven behalve op één plaats. En dat ze op die één plaats, dat die golfenergie zich concentreert en dat je daar een lokale sterke golf krijgt en verder daarbuiten hoe langer hoe minder naarmate je meer golven daaraan toevoegt. We hebben dat vorige week nog wat gedemonstreerd en je kunt dat ook zelf wat eens uitrekenen hoe dat gaat. Dat is heel wonderlijk. En hoe zo'n golfpakket ontstaat. En dan heb je dus toch een golf, maar dan is die toch gelokaliseerd. Ergens. Niet en ergens wel. Zij het dat ze toch niet terechtkomt in een punt. Ze heeft nog altijd een zekere uitgestrektheid. Maar het is als het ware al... De scherpe kantjes van het conflict zijn er al wat af. En dan hebben we ook nog vorige week uitgerekend wat dan de snelheid zou zijn van zo'n golf, een De Bruy-golf, geassocieerd aan een deeltje. En hebben we tot onze verbijstering geconstateerd dat die snelheid groter is dan die van het licht. Tot we ons realiseerden dat misschien helemaal niet zo verbijsterend of verrassend zou moeten zijn, want het gaat hem hier om de fasesnelheid. Een golf is altijd een beetje moeilijk je voor te stellen, omdat het een proces is dat zich zowel in ruimte als in tijd voltrekt. En dus het heeft een bepaalde fase, een bepaalde stand in de ruimte, en die verplaatst zich in de tijd. En het is die verplaatsing van de fase die eigenlijk om het even welke snelheid kan hebben, ook groter dan die van het licht. Maar als in zo'n golf een structuur zit, informatie zit, als het een soort deeltjeskarakter krijgt, omdat het een golfpakket wordt, dan heeft dat pakket een andere snelheid, de zogenaamde groepssnelheid. En toen hebben we gezien, nog op de valreep vorige week, maar zonder het uitgerekend te hebben, dat die groepsnelheid gelijk is aan de snelheid van het deeltje. Dus je moet wel degelijk het deeltje associëren aan dat golfpakket. Hoewel die golf zelf een zekere snelheid heeft, een fasesnelheid, gaat dat pakket met een andere snelheid. En dat is wat de voorstelling is van het deeltje. Dat was allemaal vorige week. En dat zijn begrippen die geleidelijk ontstaan vanuit de experimenten die men heeft uitgevoerd, waaruit dat bleek. Kort nadat De Bruy, pas maar nadat, niet voordien, hij dat geformuleerd had van die golven, ontdekte men dat het inderdaad zo is. Men slaagde erin om interferentieproeven uit te voeren met elektronen. Dus inderdaad, elektronenbundels kunnen elkaar onderling uitdoven, versterken of uitdoven, al naar gelang, zoals bij licht en dus ook bij elektronen. Dus het experiment dwingt ons, of nadien bevestigt het ons, dat die denkbeelden juist zijn, maar ze blijven vreemd. Om het eenvoudig te zeggen, ze blijven vreemd. De hele klassieke fysica die blijft gelden. We blijven die gebruiken. We blijven die oude begrippen gebruiken van deeltjes en golven en energie en impuls. Maar ondertussen begint dat hele systeem met haken en ogen aan elkaar te hangen. We voegen er dit aan toe en kwantisering aan toe en nog andere dingen die we gedwongen worden te geloven. Maar je ziet moeilijk nog een geheel.
Het geheel verliest aan consistentie. Het wordt een constructie zo in elkaar gestoken om het te doen kloppen. Een fysicus voelt zich daar ongemakkelijk bij. Maar ja, we moeten wel, want zo blijkt de natuur te zijn. Om daar nu allemaal wat klaarder in te zien. Of om het misschien nog mysterieuzer te maken. Dat kan ook. Gaan we de proef nog eens herhalen die destijds, ondertussen 200 jaar geleden, Thomas Young voor het eerst gedaan heeft. U herinnert zich, we hebben dat besproken, dat Young die heeft interferentie uitgevoerd met lichtstralen om op die manier aan te tonen dat licht bestaat uit golven. En hij deed dat door een lichtbron, het licht van een lichtbron, door twee spleten te laten gaan. En van daaruit, achter die spleten, gaan die lichtgolven die divergeren, die gaan uiteen en die overlappen met elkaar. En dan krijg je, als je die lichtgolven opvangt op een scherm, op een fotografische plaat bijvoorbeeld, al bestond die toen nog niet, gewoon op een scherm, dat je dan ziet dat er op bepaalde plaatsen die lichtgolven elkaar versterken en op andere plaatsen elkaar uitdoven. En dat hangt inderdaad samen, zoals hij toen goed begrepen heeft, met het verschil in weglengte dat die lichtstralen afleggen al nagelang de plaats waarop ze dan terechtkomen. Want als die weglengtes zo zijn dat er een geheel aantal keer een golflengte inpast, versterken de golven elkaar. En als het juist omgekeerd is dat het een halve golflengte verschil is in weglengte, dan doven ze elkaar uit. Dus naar gelang de hoek die ze dan maken, verandert dat weglengteverschil en heb je uitdoving of versterking. Die proef, dat fameuze twee-spleten-experiment, gaan we nog eens uitvoeren. Maar dan deze keer met meer moderne middelen, zodanig dat we het allemaal wat beter onder controle hebben. En we gaan dat doen met fotonen of mag ook met elektronen. Ik kan misschien soms zelfs de woorden door elkaar gebruiken. De ene keer spreken over fotonen, de andere keer over elektronen. Hoe dan ook, we laten deze deeltjes, we laten die uit een bron komen, golven, deeltjes. Ik zal misschien spreken over deeltjes. We laten die daaruit komen, door spleten gaan en twee spleten gaan en zien wat er gebeurt. Ons experiment ziet er dus zo uit. We hebben ergens een bron. De deeltjes gaan door een eerste spleet. Dat doen we om ze goed allemaal op dezelfde hoogte te plaatsen. Dus ze precies allemaal vanuit dezelfde hoogte vertrekken. Van daaruit gaan ze dan naar dit scherm, waarin twee spleten zitten, die je naar believen kunt, de onderste althans, open of toedoen. Dus dan heb je een één of twee spleten. En hier hebben we onze fotografische plaat, waar je dan opvangt waar ze terechtkomen, zodanig dat je ziet waar komen de deeltjes terecht. Je moet je dus nu goed voorstellen dat we van hieruit een stroomdeeltjes laten vertrekken en die gaan door die twee spleten kunnen gaan. Je ziet het hier is al getekend, als er één spleet maar open is, deze is toe, dan krijgen we hier een bundel licht waar de deeltjes zijn terechtgekomen op de plaat. Daar flitsen ze op en dan zie je ze. En daar concentreren ze zich. Als de twee spleten open zijn, zoals Young destijds gevonden heeft, krijgen we een interferentiepatroon. Donkere en lichte stroken, want op bepaalde plaatsen hier bijvoorbeeld zal het weglengteverschil tussen deze en deze opening zo zijn dat het precies een halve golflengte verschilt wanneer ze aankomen op de plaat en ze doven elkaar uit. En een beetje hoger of lager is het precies weer een hele golflengte en versterken ze elkaar. Dat gaan we dus nu doen. Laat ons eerste geval beschouwen. We hebben dus hier een bron van deeltjes en we sluiten de onderste spleets. En dat is onze fotografische plaat. En die registreert wat we opvangen. Belangrijk om te beseffen dat we daar de deeltjes individueel kunnen opvangen. Als je het zou met je ogen zien, dan zou je flitsen zien. Dus de fotonen komen, er komt er eentje aan, flits op de plaats en daar is een lichtvlekje. Nog één en nog één en nog één en zo in grote aantallen. En dan vormen ze samen dus een lichtindruk op een bepaalde plaats. Maar je ziet dus heel duidelijk dat de fotonen afzonderlijk inslaan. De een na de ander. Het zijn als kogeltjes die het scherm treffen. En dan krijgen we dus
dat recht tegenover deze opening krijgen we dus een concentratie aan licht. Naar boven en naar onder neemt dat af, een soort Gaussiaanse verdeling. Recht tegenover de opening komen de meesten terecht, maar er is altijd een zekere divergentie. Ze ketsen ook een beetje naar boven en naar onder. Dus de vlek heeft geen scherpe randen, maar concentreert zich tegenover de opening. Allemaal logisch. Niks verwonderlijks. Ook niet verwonderlijk is dat als je dan de onderste splits opent en de bovenste toedoet, ja, dan ligt de lichtvlek die je krijgt onderaan. Dus dat is allemaal heel voor de hand liggend. En dan gaan we de twee open doen. Nu zitten de twee spleten open. En dan verwacht je natuurlijk dat je als de deeltjes zowel door de onderste als door de bovenste kunnen, dat ze er allebei gaan. En dat je dus zowel een curve krijgt, hier de eerste curve, deze, en de tweede, die. En samen opgeteld is dat die. Dus je verwacht dan dat al die deeltjes door de twee openingen gaan en een gezamenlijk concentratie hebben in het midden het meest en naar de randen minder en minder. Dat zou een logische verwachting zijn als je ziet dat al die deeltjes daar aankomen. Je ziet ze afzonderlijk aankomen en zo moeten ze zich dan toch daar concentreren. Maar wat krijgen we werkelijk? Het volgende. We krijgen een interferentiepatroon. Dus één spleet geeft een lichtbundel, een andere spleet geeft ook een lichtbundel, maar de twee spleten samen geven niet de som van die twee lichtbundels, maar geven een vreemde onderverdeling in licht en donker, al nagelang de hoogte. De proef die Young gedaan heeft, maar waarover we ons moeten blijven verbazen. Het betekent dat er daar interferentie optreedt. Dus dat weglengteverschil speelt een rol of zo'n deeltje daar kan komen of niet. Blijkbaar is er geen mogelijkheid voor zo'n deeltje om bijvoorbeeld hier op deze plaats, een momentje, om op deze plaats hier terecht te komen. Daar doven ze elkaar uit, terwijl hier ze elkaar versterken. Hier doven ze elkaar uit, hier versterken ze elkaar weer, maar minder. Hoe kan dat? Blijkbaar zijn die deeltjes die afzonderlijk aankomen toch in staat met elkaar te interfereren. Er komen deeltjes zowel door de onderste spleets als door de bovenste. Langs allebei komen ze. En die deeltjes kunnen met elkaar interfereren zodanig dat ze elkaar als het ware vernietigen. En op andere plaatsen versterken. Dat is wat we aantreffen. Dat is die wonderlijke situatie van die interferentie. Althans wonderlijk als je beseft dat we nu uitdrukkelijk spreken over deeltjes. Want dat blijkt licht te zijn. En de interferentie, ja, die is er toch maar. Dus die deeltjes die kunnen blijkbaar met elkaar interfereren. Nu, dan gaan we de proef zo eens doen. Daarjuist hebben we een stroom van die deeltjes laten gaan. Laten we het eens nu eens heel voorzichtig doen, één per één. Want we hebben gezegd, die deeltjes kunnen blijkbaar met elkaar interfereren. Het blijkt zo te zijn dat als een deeltje door de bovenste opening gaat en een ander deeltje gaat door de onderste en ze komen aan op de fotografische plaat, dat ze daar dan elkaar vernietigen en op een andere plaats elkaar versterken. Laat ons het nu zo doen dat je kunt uitsluiten dat ze dat doen, omdat we de deeltjes maar één per één laten komen. Dus ik laat hier uit mijn bron, uit mijn lichtbron, laat ik een foton komen. Daar is het. Het gaat door één van de twee spleten. Eén foton moet kiezen. Het gaat door de bovenste of door de onderste. Bijvoorbeeld door de bovenste. En dan komt het ergens aan op de fotografische plaats. En pas als het daar is aangekomen en je hebt de flits gezien, pas dan laten we het tweede foton vertrekken. En ook pas als dat weer is aangekomen, mag er weer eentje vertrekken. Echt één per één, zodat ze elkaar niets kunnen aandoen. Het voorgaande is al weg als het volgende pas vertrekt. En dan laten we dat een hele tijd lopen. Want één per één gaan de deeltjes. En dan laten we al die indrukken maken op de fotografische plaats. En dan zie je na verloop van tijd dit verschijnen. En dan zeg je, hoe kan dat nu? Nu hebben die deeltjes nog met elkaar geïnterfereerd. Nog altijd. Maar het ene deeltje bestond dan niet meer toen het andere deeltje nog moest vertrekken. En toch is het ene deeltje erin geslaagd om het andere zo te behandelen dat het op een bepaalde plek niet kon komen en op een andere plek wel. Dus deze deeltjes, het woord deeltje is hier blijkbaar toch niet zo van toepassing, want ze doen vreemde dingen die deeltjes niet kunnen doen.
Het is blijkbaar zo dat een deeltje dat vertrekt weet wat er gebeurt met je apparaat. Ik ga die conclusie nog eventjes weghalen. We moeten daarover nadenken. Een deeltje vertrekt en het kan hier aankomen, maar daar niet. En waar hangt het nu vanaf? Wel, als deze spleet gesloten zou zijn, dan weten we, dat was ons eerste triviale experiment, en dan komen ze allemaal alleen door de bovenste en krijg je daar de concentratie. Dat is dus niet verwonderlijk. Maar als het andere opening open is, dan krijg je dat patroon. Ook als de deeltjes één per één komen. Dus blijkbaar een deeltje dat hier vertrekt en dat moet kiezen, bijvoorbeeld door de bovenste of de onderste, maar het gaat door de bovenste, dan lijkt het te weten wat de toestand is van die onderste opening. Want moest die toe zijn, dan vormden het daar gewoon, al die deeltjes vormden ze een vlek. Moest die open zijn, dan krijg je het interferentiepatroon. Dus het lijkt wel alsof zo'n foton of zo'n elektron weet wat er aan de hand is op een andere plaats dan daar waar het passeert. Dat is pas vreemd. Maar we worden gedwongen tot die conclusie. Het lijkt wel dat wat er hier gebeurt afhangt van wat er daar is. En deeltje kan niet door twee spleten tegelijk. Dat gaat niet. Dus het moet de onderste of de bovenste, maar wat het daar doet, is meebepaald door de andere spleet. Weet je wat we dan doen om uit te maken hoe dat in zijn werk kan gaan? Wat we eigenlijk zouden willen weten is, zo'n deeltje, het gaat door de ene spleet of door de andere. Ja, als we nu eens wisten welke spleet. Misschien werden we dan wijzer en dan konden we het misschien volgen, het deeltje, en zien wat het doet. Daarom plaatsen we bij een van de beide spleten, bijvoorbeeld bij de onderste, plaatsen we een detector. Een apparaatje dat registreert of daar een elektron of een foton passeert. En als je het aangeeft dat daar een foton gepasseerd is, dan weten we dat het door de onderste spleet gegaan is. En als het niets aangeeft, dan weten we dat het door de bovenste gegaan moet zijn. En dan zullen we zien. We laten het weer lopen en we weten nu telkens door welke spleet zo'n deeltje gaat. En één per één laten we ze weer gaan. En we weten nu, het gaat langs daar of het gaat langs daar. En je laat het een tijdje lopen en dan krijg je dit patroon. Dan krijg je terug dat oude patroon van alsof ze door de twee spleten gaan, maar zonder te interfereren. Ze cumuleren gewoon in het midden. Nu is weg je interferentie. Nu zijn ze gewoon daardoor gepasseerd, door de ene spleet of door de andere. En we kunnen zeggen door welke. En nu is er inderdaad geen interferentie. Nu hebben we echte deeltjes die daar komen waar je verwacht dat deeltjes komen. En ze doven elkaar niet uit. En hoe komt het dat ze zich nu zo anders gedragen? Omdat wij ons anders gedragen hebben als waarnemers. Het zijn wij die die deeltjes nu hebben gevolgd. We hebben ze eigenlijk betrapt en gezegd, ja, dat is de weg die je gevolgd hebt. En dus als deeltje beschrijf je die weg door de ruimte, dan is het een deeltje. Maar als je dat niet doet, als je die detector daar niet plaatst en wij als waarnemers dus niet weten door welke spleet het is gegaan, dan lijkt het wel alsof zo'n deeltje zegt, ja, maar nu kan ik dan even goed door allebei tegelijk gaan. En dan krijg je dus interferentie, want dan komt het vanuit de twee spleten. Al kan een deeltje natuurlijk maar door één tegelijk gaan, maar dan krijg je het alsof het zo is. Dan gedraagt het zich als een golf. En hoe het zich gedraagt, hangt er dus vanaf van hoe wij het waarnemen. Hoe je apparaat is. Hoe dat interageert met je verschijnsel, met je golfdeeltje. En al naar gelang manifesteert het zich. Dus dat is het experiment waarvoor we staan. Dat is het wat in de kwantumfysica centraal ligt. Dit vreemde gedrag. Als je van een deeltje de baan kent, gedraagt het zich als deeltje. Als je van datzelfde deeltje niet weet hoe het zich precies door de ruimte en de tijd beweegt, maar het gaat om eenzelfde deeltje, gedraagt het zich als golf. Dus onze conclusie moet zo zijn. Als bekend is wat er zich afspeelt in ruimte en tijd, als de baan van het object bekend is, dan zijn de deeltjes deeltjes.
Als de baan niet bekend is, de twee spleten staan open en er is geen detector, dan kunnen ze alles doen en dan weet ik niet wat ze doen, dan krijg je interferentie. Dus de rol van de waarnemer wordt essentieel. Het is alsof de natuur op zichzelf beide mogelijkheden laat. Maar hoe wij nu daar tegenover optreden en hoe wij trachten op te meten, dat bepaalt wat we zullen meten. De conclusie. Licht is een golf of een deeltje of allebei. Het hangt ervan af. Het hangt ervan af van hoe het wordt waargenomen. Als je een apparaat hebt om de baan vast te stellen, de lichtstraal of het traject van het deeltje door de ruimte, dan is het inderdaad een stroomdeeltje. Maar het kan even goed zijn dat je op een andere manier licht waarneemt en daardoor ken je de baan niet, maar andere effecten van het licht, dan gedraagt het zich als golven. En die twee, hoe tegenstrijdig ook, zijn dus hoe het zich zal manifesteren, hangt af niet van het licht, maar van onze manier van omgaan met het licht. We moeten daar een interpretatie aan geven. We moeten trachten te begrijpen wat dat inhoudt. Wel, degene die daar voor het eerst een ruimere blik op gaf of een verrassende interpretatie, dat was Max Born. Max Born, ook een fysicus uit de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. En die heeft gezegd, ja, die golf van een deeltjesgolf, de Breugolf. Hoe moeten we dat begrijpen? Wat stelt dat eigenlijk voor? Wat golft er? Wel, zegt hij, als je nu eens ervan uitgaat dat die golf, dat dat uitdrukt de kans het fenomeen aan te treffen als een deeltje. Dat op elke plaats waar die golf is, de intensiteit van de golf een maat is voor de waarschijnlijkheid daar een deeltje aan te treffen. Zodanig dat de waarschijnlijkheid van het vinden van een deeltje zelf zich als een golf door de ruimte verplaatst. En op een bepaald ogenblik manifesteert zich ergens het deeltje op je fotografische plaats en de golf geeft aan wat de kans is dat het ergens verschijnt. Dus als de golf ergens niet is, is de kans nul. En als er ergens een duidelijke golf is, dan zal het verschijnen volgens de intensiteit van de golf. Met die kans. Als je het zo interpreteert. Ah ja, en dan misschien ook nog goed begrijpen wat we verstaan onder intensiteit van de golf. Onder de intensiteit van de golf verstaat men de amplitude. Of beter gezegd, het kwadraat van de amplitude. De amplitude is de mate van uitwijking. Vorige week hebben we gesproken over golven en ging het voortdurend over frequenties en golflengten. Dat zijn kenmerken van golven. Maar er was al iemand die vroeg, van, ja, dat was u, zeer juist, die vroeg, ja, maar wat is de betekenis van de amplitude? Een golf is gekenmerkt door een mate van uitwijking. Je kunt een klein golfje hebben, we kunnen sterke deining hebben. En wel, die amplitude die drukt nu precies uit de kans van het aantreffen, van het verschijnen van het deeltje. En dat wil dus zeggen, als we terugdenken aan dat experiment met die twee spleten, dat als een spleet gesloten is, dan is de kans dat het daardoor passeert nul. Dus is de kans dat het passeert door het andere deeltje, door het andere spleet, 100% kans. En dus komen ze allemaal langs daar en krijg je geen interferentie. Maar als je twee spleten, als die allebei open zijn, dan is er een zekere kans dat het door het bovenste gaat en een zekere kans dat het door het onderste gaat, of daar, of daar. En dan wil dat dus zeggen, allebei hebben ze een zekere kans, door allebei gaat een golf. En dan moet dus door die beide spleten een golf passeren en dan achter dat tweede scherm interfereren dan die golven, komen ze op de fotografische plaats en dan heb je daar een zekere verdeling van de kansen. En dat is je interferentiepatroon. De verdeling van de kansen van het aantreffen, want op de plaatsen waar die kans zeer klein is, zullen er dan geen flitsen optreden, zullen de fotonen niet terechtkomen. Op de plaatsen waar de kans maximaal is, daar krijg je een maximum in die helderheid. Dus
die golf is een waarschijnlijkheidsgolf. En we hebben dus nu te maken met een waarschijnlijkheidsfysica. Je golf of je deeltje, dat blijkt de, als ik een geleerd woord mag gebruiken, de ontologische structuur te hebben van een waarschijnlijkheid. Dus geen zekerheid. Het zou kunnen dat het hier is. Het zou kunnen dat het daar is. Maar het is niet echt hier, het is niet echt daar. Het verschijnt bijvoorbeeld hier. Het had even goed daar kunnen zijn. En die kansen die worden bepaald door die golf. En zo leg je dat twee-spleten-experiment wel uit. Ze interfereren deze waarschijnlijkheidsgolf. Het heeft er niks mee te maken of die deeltjes nu na elkaar komen of tegelijkertijd komen. Ook één deeltje, als het passeert, dan moet het of door de bovenste of door de onderste spleet. Een of. Of is een kans. Het kan daardoor gaan. Dus twee mogelijkheden. Twee golven dus. Dus ook al laat je maar één deeltje uit die lichtbron komen, het zijn twee golven als het aan die dubbele spleet komt. En die twee golven interfereren dan met elkaar en geven het interferentiepatroon. Zeer verrassend inzicht op die manier. We gaan moeten spreken over fysische verschijnselen die we ons voorstellen als een soort mathematische functie. Met een waarschijnlijkheid, dat is een rekenkundig getal, dat is een rekenkundig gegeven. En wat wij tot hiertoe, de vraag die we aan het beantwoorden zijn, is nog altijd, wat is licht? Dat was onze eerste vraag. We hebben gezegd, de hele kwantumfysica is een poging daarop een antwoord te geven. Wel, we hebben een antwoord. Licht is een waarschijnlijkheidsgolf die zich door de ruimte voortplant. En hoe het zich nu zal manifesteren, die waarschijnlijkheidsgolf, hangt er vanaf van hoe je ze waarneemt. Want als je bepaalde zekerheden hebt, bijvoorbeeld door welke spleet het gaat, dan ligt die waarschijnlijkheid heel anders en dan krijgt het een deeltjeskarakter. Trouwens ook zo zelfs met twee spleten. Op een bepaald moment het licht komt dus door die twee spleten, daarachter die dubbele golf die met zichzelf interfereert, komt dan op de fotografische plaat. Dat wil zeggen, het lichtfoton plotseling flitst ergens op, je ziet het daar verschijnen. Met de kans zoals bepaald door je golfpatroon. Maar op het moment dat het daar dan die fotografische plaat raakt en het flitst daarop, zit het wel daar. En dan is er geen kans meer dat het ergens anders zit. Dus die hele golf collapseert, valt, trekt samen en concentreert zich in dat ene punt. En dat is het deeltje. Het verschijnen van een deeltje is de collaps van je golffunctie. Die golffunctie stort in. En hoe komt dat? Doordat je het waarneemt. Want als je het niet zou waarnemen, als je met heel dat apparaat wegbleef en je zou niks doen, dan was licht die waarschijnlijkheidsverdeling door ruimte en tijd. Dat interferentiepatroon is symmetrisch als je twee spleten symmetrisch liggen ten opzichte van de... Ik ga eventjes terug. Als deze twee spleten symmetrisch liggen ten opzichte van de lichtbron. Als dus dat deeltje precies in het midden zou aankomen, ligt dat maximum ook precies in het midden. Als het dan een beetje scheef staat, dan krijg je een vervormd interferentiepatroon. Maar nog altijd interferentie. Nu, dit betekent dat fysica wordt voortaan waarschijnlijkheidsrekening. Beetje vreemd voor een tak van de wetenschap die algemeen genoemd wordt exacte wetenschap. Er is niets zo inexact als de fysica. We zullen voortaan niets meer exact kunnen zeggen. We zullen het moeten overlaten aan kansberekening. We kunnen de kansen berekenen, maar dat blijven kansen. De waarschijnlijkheden. Dus wat er zich dan effectief zal voordoen, is af te wachten. Ook daar voelt een fysicus en ieder van ons, denk ik, zich een beetje ongemakkelijk bij. Moet ik dan maar afwachten wat er zal gebeuren? Kan ik het vanuit de beginsituatie niet echt bepalen? Dat blijkt dus inderdaad niet zo te kunnen, althans volgens het inzicht zoals we tot hiertoe hebben. We moeten zo'n fenomeen als licht of als elektronen en bij uitbreiding van alle deeltjes... kortom, zelfs van de grootschalige deeltjes in principe ook, ons die voorstellen als golven die met elkaar kunnen interfereren en dan
verschijnen als deeltjes, maar met een onbepaaldheid die pas a posteriori bepaaldheid wordt. Kansberekening, waarschijnlijkheidsrekening, is een tak van de wiskunde die al lang bestaat en die veel wordt toegepast, niet alleen in de fysica, ook in het verzekeringswezen, ook in de kinematische gastheorie. In zoveel domeinen van menselijke kennis moeten we met kansen rekenen. Maar daar gaat het altijd om. Daar komt de berekening altijd voort uit het feit dat we de toestand niet precies kennen. Dat, waarom moet een statistische beschouwing gemaakt worden in plaats van een zeer concrete? Omdat we niet precies weten wat de onderdelen precies allemaal doen. Economie is een statistische wetenschap die uitspraken doet over wat een populatie in zijn algemeenheid consumeert en produceert en dergelijke dingen. En daar kunnen we heel reële, bijna exacte uitspraken over doen, zonder te weten wat ieder individu doet. Ook zonder te weten wat elk individu morgen zal consumeren, kunnen we toch van een bepaald artikel zeggen hoeveel er zal van verbruikt worden. Omdat dat statistisch dan bepaald wordt en dan hoeven we al die onderdelen niet precies te kennen, we maken gemiddelden. Maar de statistiek is daar gebaseerd op het feit dus dat we, de statistische methode is gebaseerd op het feit dat we de individuele gedragingen niet kennen. Moesten we die wel kennen, moesten we van ieder van ons precies weten wat we op elk moment doen, dan zouden we in theorie dat exact kunnen doen. In de kwantumfysica blijkt dat anders te zijn. Daar is komt de waarschijnlijkheidsrekening niet voort uit het feit dat we niet precies weten wat zo'n deeltje doet, dat we als het ware gemiddelden moeten maken. Nee, we moeten helemaal geen gemiddelden maken. Het gaat vaak zelfs maar om één deeltje. Maar het is het deeltje zelf dat intrinsiek onbepaald is. Eén deeltje dat ergens naartoe gaat, heeft een bepaalde kans om naar hier of naar daar te gaan. En dat is niet het gevolg, het feit dat we vooraf niet weten wat het precies zal doen, is niet het gevolg van het feit dat we dat deeltje onvoldoende kennen. Het is eigenlijk juist omdat we het nu voldoende kennen, dat we weten dat het over beide mogelijkheden beschikt. En dat er die waarschijnlijkheidsverdeling is. Dus ook in de kwantumfysica wordt, zoals in andere takken van de wetenschap, die dan eerder soms minder exact genoemd worden, zoals economie en andere, wordt ook waarschijnlijkheidsrekening voortaan toegepast. Maar verrassend is ook dat de waarschijnlijkheidsrekening dan anders is. En dat is ook iets waarvoor we niet echt een goede verklaring hebben. Je kunt, als je waarschijnlijkheidsberekeningen doet in de kwantumfysica, kun je niet dezelfde rekenkundige technieken gebruiken als in andere takken van de wetenschap. Het blijkt wel anders te zijn. De regels waar de waarschijnlijkheden aan gehoorzamen zijn iets anders dan in andere domeinen. Bijvoorbeeld, als je kansen moet berekenen van gebeurtenissen die onafhankelijk van elkaar gebeuren, dan moet je die kansen optellen. Als je ze samen laat gebeuren, dan moet je ze vermenigvuldigen. Hoe groot is de kans als ik met twee dobbelstenen een 1 gooi en nog eens een 1? Ja, dat is 1 kans op 6 voor wat betreft ene. En als ik met de andere ook tegelijk ook een 1 moet gooien, dat is nog eens 1 op 6. De kans dan is 1 op 36. 1 op 6 maal 1 op 6. Dat zijn de kansen als ze allebei tegelijk, als ik een en-toestand heb. Zowel de ene als de andere mogelijkheid. Maar als ik een of-toestand heb, de ene of de andere, hoe groot is de kans dat ik een 1 gooi? Of dat ik een 6 gooi? De kans dat ik een 1 gooi is 1 op 6. De kans dat ik een 6 gooi is ook 1 op 6. Samen dat het een of het andere is 1 op 6 plus 1 op 6 is 2 op 6. Dus zo rekenen we dat klassiek uit. En als je dat eventjes allemaal overdenkt, dan zeg je dat is heel logisch, dat is evident. Niet zo in de kwantumfysica. Dan moeten we de fenomenen die of optreden, of het een of het ander, dan moet je niet de waarschijnlijkheden optellen, maar je moet iets anders optellen.
Je moet de zogenaamde, wat men dan noemt in de kwantumfysica, de waarschijnlijkheidsamplitudes optellen. De amplitudes van je golf. Je moet die amplitudes, als die golven door die deeltjes gaan, die vibreren daar, je moet vervolgens die amplitudes optellen. Maar we hebben daar juist al even op gewezen, je waarschijnlijkheid is het kwadraat van je amplitudes. En het is een heel verschil of je twee grootheden optelt en het dan in het kwadraat zet, of je telt twee kwadraten op. Dus als ik misschien eens eventjes iets mag opschrijven. Een waarschijnlijkheid is het kwadraat van een amplitude. Dus als ik aanneem dat ik een golf heb met een zekere deining, noem die maar A, dus om het even wat het precies voorstelt. Dat is per definitie in de kwantumfysica een waarschijnlijkheid. Je golf heeft een zekere amplitude en die waarschijnlijkheid van het aantreffen van een deeltje is bepaald tot het kwadraat van je amplitude. Als ik nu deze amplitude bestaat uit de superpositie van twee golven. Dus ik laat twee golven samenkomen, geef ze maar een amplitude kleine a en b, dan is a gegeven door a plus b. Dus a plus b, dat is de amplitude van de ene golf, dat is die van de andere golf. En zo tellen we de amplitudes op. Het kwadraat van je amplitude is dus a plus b in het kwadraat. De amplitude van de ene golf, de amplitude van de andere golf, opgeteld in het kwadraat, dat is je waarschijnlijkheid. Hoe zou men dat nu doen klassiek? Of laten we dat eerst uitrekenen. Dat kennen we allemaal van het basisonderwijs. Een som in het kwadraat zetten, dat is de eerste term in het kwadraat, de tweede term in het kwadraat plus dat hier. Tweemaal het eerste maal het ander. Dus als je dat nu ziet, dan staat hier de ene golf, zijn amplitude in het kwadraat. Dat is dus de waarschijnlijkheid van de eerste golf. En dat is de waarschijnlijkheid van de tweede golf. Dat is die zijn amplitude in het kwadraat. Dus klassiek zouden we dus de waarschijnlijkheden optellen. Dat zo moet je doen. Hè? Denk weer aan die 1 plus 6 plus 1 plus 6. Je telt de waarschijnlijkheden op. Dus klassiek telt men dat bij dat en dat is het resultaat. Maar wat zegt de kwantumfysicus? Nee, er is nog deze term. Die moet ik erbij betrekken. Wel, en die term maakt alles zo anders. Heel de wereld ziet eruit zoals het eruit ziet, ten gevolge van deze term. Dat is de interferentieterm. Die is verantwoordelijk voor het feit dat je niet zomaar een som krijgt, maar dat het veel complexer wordt. Nu, het woord complex is hier op zijn plaats. Want in werkelijkheid gaat het hier allemaal om complexe getallen, geen reële getallen. Voor wie in de algebra nog een beetje thuis is, een complex getal is een combinatie van een reëel getal plus een imaginair getal. En dat maakt de hele rekenkunde wat ingewikkelder. Maar in essentie is het gewoon dit, zo eenvoudig als dat. Het is niet de optelling van twee waarschijnlijkheden, maar het is de optelling van twee amplitudes. En daardoor is er een extra term en die veroorzaakt de interferenties. Dat is eigenlijk allemaal buitengewoon interessant, want het mysterie blijft. Want we hebben bijvoorbeeld niet echt een reden waarom we moeten aannemen dat het zo moet gaan. Het mysterie blijft, maar we kunnen het klaarder formuleren. We krijgen er als het ware een beetje greep op. Maar ja, anderzijds worden we gedwongen om zo'n dingen aan te nemen als de natuur heeft geen wel bepaalde existentie. De natuur is niet iets. De natuur is als het ware iets in afwachting. De natuur zal antwoorden als ik haar een vraag stel. Als ik iets wil waarnemen, dan met mijn apparaat of met mijn zintuig interageer ik met de natuur en dan zal de natuur zeggen het is zo of zo. Maar alleen heb ik van vooraf kansen om daar een antwoord op te krijgen. Nu gaan we even terug naar Max Born. Of is er nog iemand die iets wil vragen daarover? Ja. U had het straks over het tweespleten experiment. En u had de onderste spleet had u in de detector gezet. Stel nou dat ik de detector wel heb geplaatst, maar ik kijk er niet naar. Dus ik doe er niks mee. Ja. Wat gebeurt er dan? Wel, dan is het geen echte detector. Want dan wordt er niks gedetecteerd. Maar natuurlijk een buitengewoon intrigerende vraag.
Want je, ja, en daar zullen we mee zitten. Voor het gemak hebben we daar een apparaatje gezet en hebben gezegd, en nu weten we of het elektron erdoor gaat. Door die spleet of door de andere. Maar ja, weten impliceert dat je je detector moet aflezen. Anders komt die detector wel in een bepaalde toestand, bijvoorbeeld van gedetecteerd of niet gedetecteerd, maar ik weet van niks. Dus dan blijft het voor mij nog even goed onbepaald of het door de ene of de andere spleet gaat en ik zal een interferentiepatroon zien. Dus je moet als het ware de informatie ontvangen als waarnemer. Ja. Dat waarnemen, ontstaat dat dan onder invloed van tijd? Want uiteindelijk is het waarnemen iets wat met lichtsnelheid gebeurt. Is dat dan de kern van de invloed die het meten, het waarnemen, als het ware veroorzaakt aan het deeltje? Het waarnemen gebeurt natuurlijk op een bepaald tijdstip. En dat is het moment van de interactie. De interactie is onderworpen aan alle wetten van de natuur, onder andere aan de beperking van de lichtsnelheid. Maar ik denk niet dat dat gegeven hier relevant is. Het gaat erom dat je op een bepaald ogenblik iets verneemt wat er op dat tijdstip aan de hand is met je apparaat. Er is dus het moment waarop de golffunctie instort, omdat de waarschijnlijkheid overal nul wordt, behalve op één plaats. Dus ik als waarnemer, ik zie de lichtflits of ik hoor de detector een klik geven en ik zeg, daar is het deeltje. Dan is het een deeltje. Zolang dat niet gebeurd is, het zij omdat ik nog niet gekeken heb, het zij omdat misschien het signaal, zoals denk ik u wil zeggen, het signaal mij nog niet bereikt heeft, zolang dat niet gebeurd is, blijft die waarschijnlijkheid hangen. Hè? Dus het zou daar of het zou daar kunnen zijn en mijn systeem is een golf verspreid in ruimte en tijd. Dus dat is inderdaad het zeer intrigerende. Het lijkt alsof onze geest nu gaat bepalen. Je moet echt de informatie vernemen, begrijpen als het ware ook. Zeggen, daar zit het deeltje, ik heb het gezien. Dan is de waarschijnlijkheidsfunctie, de waarschijnlijkheidsverdeling plotseling helemaal anders. Dan concentreert het zich op één plaats en dat is het deeltje. Kunnen twee verschillende waarnemers twee verschillende dingen waarnemen? Dat is misschien interessant om nadruk op te leggen. Deze proef, dat tweespleten-experiment, is effectief uitgevoerd. Dat is al van in de jaren 30 een gedachtenexperiment. Volgens de kwantumfysica moet het zo verlopen. Maar het is ook effectief gerealiseerd. Niet in die eenvoudige vorm zoals hier, met luikjes en zo, dit en dat. Maar wat het totaal op neer. Ook met elektronen. Het komt daar helemaal op neer. Bij elektronen kun je dat niet, wegens de hele korte golflengte, niet werken met luikjes en spleetjes en diafragma's en dergelijke. Maar stuurt men de elektronenbundel door een kristalrooster. En dan de elektronen kunnen daardoor door die verschillende lagen en interfereren dan met elkaar. En kan men dat experiment doen. Je krijgt een interferentiepatroon. Vervolgens sturen we de elektronen er één per één door. En je weet niet door langs welke weg ze precies door het kristal gaan. Je krijgt een interferentiepatroon. Ook één per één. Vervolgens detecteren we de baan van het elektron op een of andere manier. Verweg is je interferentiepatroon. Dus dat is geconstateerd ook empirisch. Ja. Je spreekt alsof je een intelligente waarnemer nodig hebt. Dat zeg je. Ja. Maar die intelligente waarnemers zijn er niet altijd geweest. Als je dus een Feynman-diagram pakt, gewoon van twee elektronen, die nemen elkaar ook waar. Dus ik zie die intelligentie daar niet. Het is volkomen juist. Stel je voor dat je de waarneming laat doen door een hond. Je laat die kijken naar die detector. Die ziet het ook wel, maar interpreteert hij het zoals wij het doen? Onze conclusie, denk ik, moet zijn uit dit experiment dat de manier waarop je je de natuur voorstelt, waarop je de natuur beschrijft, afhangt van jouw mentale interactie met het fenomeen. Maar goed, dat kunnen ook deeltjes zijn. Ja, hoe je het beschrijft. Als ik de flits zie en als zodanig zeg ik, daar is het deeltje. Zolang dat niet gebeurd is, zie ik die deeltjes een interferentiepatroon vormen en interpreteer ik met een zekere mate van intelligentie dat als een golf.
een wezen met een heel andere intelligentie zou wellicht misschien komen tot een andere conclusie. Maar heel moeilijk natuurlijk om te bepalen. Wij introduceren nu onszelf in het beeld dat we ons vormen van de natuur. Bijzonder hachelijke positie, want de fysica heeft er altijd aanspraak op gemaakt objectieve waarheden te zoeken. De natuur objectief te beschrijven. Nu maak je het subject een inherent onderdeel van je systeem. Daar zat ook het probleem wat Einstein met dat hele kwantummechanica had. Want de realiteit bestaat niet meer. De realiteit hoeft niet, niet te bestaan. Die kristalliseert zich uit bij een waarneming. Ja, maar het niet hoeft te zeggen dat de realiteit niet meer bestaat, maar ze bestaat niet in de hoedanigheid waarin de klassieke fysica haar beschreef. Ze heeft een ander ontologisch karakter. Het karakter, we gaan daar op het laatst nog wel iets over zeggen, wat verrassend genoeg eigenlijk al lang geleden, de tijd van de oude Grieken, door Aristoteles werd gezegd. Een ding, zegt Aristoteles, kan bestaan in potentie of actueel. Of in actualiteit. Wel, het blijkt dat zoiets als een foton, een foton natuurlijk niet, dan is het actueel. Licht als zodanig alleen maar potentieel bestaat tot je het waarneemt en dan verschijnt het in zijn actualiteit. En het subject speelt daarin een rol. Zonder subject blijft de hele wereld hangen in die potentialiteit. Het is niet dat er dan geen wereld bestaat, maar die verschijnt nog niet. De waarnemer is nodig voor het verkrijgen van het verschijnsel. De niet waargenomen wereld bestaat in een soort hangende toestand, in een dubbelzinnige toestand. Of zoals we zouden zeggen, in een superpositie van mogelijkheden. Het is trouwens interessant dat het de waarneming is die de natuur onomkeerbaar maakt. Voor er waargenomen wordt, kan eigenlijk nog alles. Maar eens dat je deeltjes hebt gedetecteerd, is de golffunctie ingestort? Er zijn geen waarschijnlijkheidsverdelingen meer. Dat was het en dat is het voortaan. Speelt daarin de tijdsfunctie een rol? Ja, tuurlijk. Dat maakt de tijd onomkeerbaar. Dus vraagstuk van hoe ontstaat de onomkeerbaarheid van de tijd krijgt vele antwoorden vanuit de thermodynamica, een statistisch antwoord. Hier vanuit de kwantumfysica krijgt het ook een antwoord, maar op een heel andere manier. En vanuit het feit dat het subject bepaald heeft wat het was, ten gevolge van zijn interactie met het systeem. En eens dat je iets weet, kun je nooit meer in de toestand komen van niet weten. Het is gebeurd. Weten kun je niet teniet doen. Ja, wij mensen kunnen vergeten, maar de informatie ligt vast. Je kunt het opschrijven, vergeten en nadien terug gaan kijken naar je papier. Dat zijn dingen om over na te denken en misschien dan nu eventjes om koffie bij te drinken.